Op papier stond er voor Feyenoord een van de makkelijkere wedstrijden in de Champions League op het programma, maar het werd niet de avond waar de Feyenoord-fans op hoopten. De ploeg van trainer Brian Prieske verloor met 1-3 van het Oostenrijkse RB Salzburg, wat nog geen enkel punt had verzameld deze Champions League. Wil je niks meer missen van het laatste voetbalnieuws? Abonneer je dan op ons YouTube-kanaal en check www.fcupdate.nl. De wedstrijd begon al met een hoop frustratie voor de thuisblijver. Tijdens een minuut stilte voor de slachtoffers van de modderstromen in Valencia, startte de zender zomaar een reclameblok in. Begrijpelijkerwijs struikelden veel mensen daarover, en na de wedstrijd maakte Helene Hendricks excuses. Volgens de presentatrice was het namelijk een technische fout en was het niet de bedoeling dat dit zou gebeuren. Ook de commentator van Ziggo Sport had niet een al te beste avond. Richard van Itterson was de commentator van dienst en hij haalde eerst Rick Karsdorp en Bart Nieuwkoop door elkaar. Vervolgens adviseerde hij aan Brian Prieske om Julian Carranza erin te brengen in de rust. Er was alleen één probleempje, de Argentijn was voor de wedstrijd al geblesseerd afgehaakt. Een avond om snel te vergeten van Feyenoord, maar ook voor de omroep. Johan Bakker-Joko heeft verbaasd gereageerd op een onthulling van Andy van der Meijden... ...over de manier waarop Ajax met oud-spelers omgaat. In het programma bij Andy in de auto vertelt de voormalig ajax Ziet ...dat hij als oud-voetballer niet hartelijk wordt ontvangen door de medewerkers in de Johan Cruijff Arena. Pakayoko is de gast in de nieuwste aflevering van Bij Andy in de auto. Van der Meijden kwam de PSV er ophalen op het trainingscomplex in Eindhoven. Van een groot verschil is met de werkwijze in Amsterdam. Hij vertelt dat er bij Ajax wordt gevraagd of je op een lijst staat en als dat niet het geval is, dan word je gewoon weer weggestuurd. Van der Meijden heeft tien jaar voor Ajax gespeeld en snapt niet waarom hij zo wordt behandeld door de club. Ook de Belgische aanvaller van PSV is, net als Van der Meijden, verbaasd over dit beleid van Ajax. De aanvaller van PSV noemt het ondankbaar. De voormalig aanvaller heeft zelfs een keer problemen gehad bij de Johan Cruijff Arena toen hij nog voetbalde. Hij meldde zich bij de arena voor een wedstrijd en kreeg de vraag wat hij kwam doen. Waarna hij zelf zei dat hij kwam voetballen. De secondaire beveiliger geloofde er niks van en zei: dat kunnen ze allemaal wel zeggen. Wie ben je dan? Al met al een opvallend verhaal van de oud Ajax -C, die ruim 100 wedstrijden voor de Amsterdammers speelde. Dusan Tadic heeft zich woensdagavond uitgelaten over de situatie bij Ajax. Dat deed hij tijdens een persconferentie. De aanvoerder is blij om te zien dat de Amsterdammers de weg naar boven hebben ingezet en doet direct een bekende uitspraak. De winstpartijen van Ajax op Feyenoord en PSV bleven niet onopgemerkt bij Tadic. wijs krijgt de 35-jarige aanvaller van Fenerbahce vragen over zijn oude club naar zich toe geslingerd. Het was volgens hem mooi dat Ajax de twee grootste rivalen versloeg in één week tijd. Ze doen het fantastisch onder de nieuwe trainer. Er is een nieuwe energie en ik ben blij om dat te zien, dat vertelt de Serviër. De aanvaller gooit er vervolgens een klassieker in. Hij zei ik hoop dat ze kunnen pakschaal. De uitspraak Pak Schaal werd regelmatig gebruikt door Tadic in zijn Periode bij Ajax. De quote werd extreem populair in Amsterdam en doet veel fans nog even herinneren aan de Servische aanvoerder. Er werd zelfs een veelbeluisterde podcast naar hem vernoemd, namelijk de Pakschaal podcast Wil je op de hoogte blijven van al het laatste voetbalnieuws? Check dan www.fcupdip.nl. En wil je mooie videocontent zien? Vergeet je dan vooral niet hieronder te abonneren op ons YouTube-kanaal.